Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS. Die aanstaande is. En daar kunnen we kort in zijn, want sommige zijn een competitie en sommige zijn een wedstrijd. En wij vragen de analisten, in dit geval Edwin Petersen en Harm Spijker, wat zij denken, wat het uiteindelijk gaat worden. En dat doen we dan met alles wat de regio te maken heeft, dan wel in 1C of elders. De tijd is kort, dus we houden het kort. RVVH, ASW en Stedoco maken het uit in de hoofdklasse B. Ja. Zoals al eerder verteld bij de terugblik, ik denk dat ASW gezien de routine doorgaat van deze drie. Ik zeg RVVH. Ja, Stedeco, de lachende derde misschien uiteindelijk. De huilende derde. De huilende derde. Ja. Uiteindelijk is de winnaar plaatst zich voor een halve finale. Voor één plek in de topklasse waar Noordwijk zich uiteindelijk bij gaat voegen. In de eerste klasse naar de hoofdklasse toe hebben we Sliedrecht, ARC of Dovo. Sliedrecht in 1C. Ja, we hebben het net al even kort over gehad in de voorbespreking. Maar ik denk dat Sliedrecht van de drie toch wel de minste is. En dat ARC de Dovo de grootste kanshebbers hebben. En het is ook altijd fijn voor de hoofdklasse ploeg om even af te wachten. Wat de andere twee kunnen even spieken bij de andere twee ploegen. En je zou verwachten dat Dovo doorgaat, maar dan zet ik mijn verrassing in. Ik denk dat AC het gaat worden. Ja, ik zit hem op Dovo. Dovo? Ja. Bolwerk hier. Ja, vol voetbal. Nieuw Lekkerland, Zwaluwe 30 of Kloetingen? Nou, Kloetingen heb je gehad. Ja, Kloetingen hebben we gehad. En van die drie ploegen denk ik ook, ook gezien wat de Nieuw Lekkerland hebben vorig jaar natuurlijk gehad. En die hebben wel periode 3 gepakt, dus die hebben wel, zit wel echt in de flow. Maar ik denk dat het Kloetingen gaat worden. Kloetingen? Ja. Kloetingen. Kloetingen? Ja. Weer lang? Ja, jij niet. Sorry. Jij hoopt het, want dan moet je lange reizen maken. Nou goed. SHO, Zwift en Deltasport, dat is er één, mensen. Ja. Hele sterke, hele sterke. Ja, ik denk dat, want Zwift is ook gewoon een hele sterke ploeg. Maar ik verwacht dat Deltasport van die drie toch het meest constant ook dit jaar. En eigenlijk hebben ze al heel veel punten gepakt. Maar ook omdat de rest maar net kort boven zit en helaas niet te hebben kunnen redden rechtstreeks. Maar de Deltasport is de sterkste van de drie. Die gaat het redden. Ja. Ik ben het eens met de analyse over Deltasport. Ik hoop het ook voor de regio. Maar ik ben bang voor Zwift. Zwift? Ja. Amsterdammers? Ja. De Rotterdammers? Nee, een beetje Rotterdams gerelateerd. Ja, dus ik hoop natuurlijk wel gewoon Deltasport. Maar... Ja, SO geeft in ieder geval allebei de minste kans. Spirit heeft uiteindelijk de nummer 12 uit 1B geloot. En dat is RCL op het laatste moment nog. Gaan ze dat kunnen trekken? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk ook niet. Rijswijk, goede ploeg. Nee, ik denk het niet. Leiderdorp. Leiderdorp is het? SCL. Ja. Racing Club Leiderdorp. We hebben ooit de dames, de beste dames van Nederland gehad. Ja. Nog een tijdje. Bifet Bonnes? Bonnes. Nou, Bonnes, hè? Bonnes, ja. Ja, Bonnes. Overigens knap ook Bifet. Ook, ja, één keer door, hè? Ja. Ja, Lombardije, HVC 10. Ik zeg Lombardije. Ja? Ik hoop het. En dan spelen ze tegen THVV, WVHIDW. Nou, dan kan je nu al zeggen dat dat echt WVHIDW gaat worden. Dus maar goed, Lombardije dus door tegen HVC wordt er voorspeld. De Zwerver tegen Roda Boys. Een lastig potje. Roda Boys weer wat teruggekomen. Na een dramatisch afgelopen jaar. Maar ja, dat is geen lekker potje voor meneer Mank. Ik denk dat... Nou, toch gaat de Zwerver dalen. Ja, ik denk ook de Zwerver. Dan tegen Terneuzen, Woerden of Tricht. Waar kennen we Tricht van? Ja, het programma toch. Heel goed. Rob Jacobs, als je niks te doen hebt, Gouda. Kan nog steeds. Moet je wel snel zijn. Zuidland tegen GPC Vlissingen. Ook een lastige wedstrijd hoor, voor Zuidland om daar naartoe te gaan. Ik zet mijn geld dan toch op Zuidland. Zuidland? Uiteindelijk, ja. Ja, 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 absoluut. Gaat DCW het redden tegen Duno? Ja. En ik ken Duno. En ik gun ze het van harte. Ik vind het een geweldige club. Maar heel gezellig gehad daar... een jaar geleden met Helder van Sluis. Maar... DCW. Ja.
Ja, Berkel is nog niet bekend, want die tegenstander moet nog komt nog uit een drieluik. Die zijn met z'n drieën bovenaan geëindigd in 3A. 16-Hoven mag het gaan opnemen tegen ook een van die uit de 3A, dus die is ook nog niet bekend. Hellevoetsluis of Pierzeel? Hellevoetsluis. Pierzeel. Pierzeel. En Roon Honselersdijk? Lastig potje voor Roon, maar gaan het toch redden. Leonidas mag het opnemen tegen Die Hagen. Je vraagt gewoon mij niet meer. Oh, sorry. Roon Honselersdijk? Nee, Roon, want ik moet mijn boodschap ook gewoon kunnen doen. Oh, goed. Ja. Die Hagen, Leonidas? Die Hagen. Dat denk ik ook, ja. En Rijnmond Hoofdvlies wordt Houtwijk? Houtwijk lijkt me een hele interessante club, maar ik denk toch dat de andere worden. Rijnmond Hoofdvlies. Ik zeg Houtwijk. Houtwijk? Ja. Ja. Even kijken hoor, dan hebben we nog... Pekau, jij weet hem nog niet? Ja, Leidse Boys. Leidse Boys. Team van Tim de Cler en zijn Cornuit. Ja, dat was hem. Ja. Twee vingers in de neus. Nou, dat denk ik niet. Nee. Maar, de nummer twee is een stevige tegenstander. Ik zou dat nog niet zeggen. Hè? Ik zou dat nog niet zeggen. Het wordt altijd even uitvergroot door de tegenstanders. Ja, nee, ik vind het een fantastische ploeg. En ik denk dat het er onwijs lastig tegen gaat krijgen. Gouden Hermes DVS? Hermes DVS. Zo dan jij weer. Ja, ik denk het ook. Nou, lekker dan. Nou, dit laat ik dan zien in de kleedkamer. Daar doen we het voor, hè? Precies. En dan hebben we Excelsior Rotterdam speelt tegen de eerste van VC. Die heb ik hier even dan niet staan. Transvaalia tegen SCO. Ja, dat is vierde klas. Tegen de nummer 12 uit 3C. Ja, ik denk dat toch SCO het gaat worden. Ik denk het ook. Ja? Ja. En LMO SNS? Stad en Haringvliet. Ik denk LMO. LMO, ja. Oké. GOZ tegen de winnaar van MBSCV Rokanje. Oh, als het MBSCV GOZ wordt, leuk potje. Ja. Zwaardse derby. Maar dan, als die het wordt, dan denk ik toch dat MBSCV de sterkste is van die drie. Dus ik denk dat MBSCV daaruit positief uit gekomen. Dat denk ik ook, ja. Flakkeren Portugal, de laatste. Lastig, Portugal. Ja, Portugal. OFC Nieuwekerk. OFC, grote bekende natuurlijk van iedereen. Ja. Zeker. Posters van boven mijn bed hangen. Ja, vaak geweest. Ja. Nee, ik zet mijn geld op Nieuwekerk. En ik ook. Hartstikke goed. Portugal Olympia. Die is mooi. Ja, dat is een roemruchte Olympia. Ja, sowieso. Ja, hallo, dat is een klassieke club. Ja, ik denk ook, ik zet mijn geld op Olympia. Ja, Olympia gaat hem worden. Uit 18? 1896. 87. 87, ja, dat heb ik soms omgedraaid. Misschien wel 86, maar goed, maakt niet uit. Gona Spartaan. Spartaan 20. Ja, ik zit hem op Spartaan. Die hadden één goede periode, Gona, en daarna was het helemaal niks. Ja, die zijn er geloof ik 90 geworden uiteindelijk. Ja, ik ben het hele seizoen kritisch geweest over Spartaan, dus ik ga er nu voor dat... Hartstikke goed. GDA TOGB? TOGB. GDA. Xerxes Delft? Xerxes. Ja, Xerxes. MMO Gouda? Oude Maden? MMO, geloof ik. Ja. Nummer 2? Ik zeg toch Gouda. Ik ga ook voor Gouda. Ja, goede ploeg Gouda. Allemaal leuke voetballers. DH Mussen? Of SCO? Tegen AG? Oeh, lastig potje. Ik denk dat toch uiteindelijk of SCO of DA de Mussen wordt. Maar ik zeg AG. Ja? Ja, echt een goede ploeg. De ploeg van de na-competitie. SVV mag het opnemen tegen BMT. Allemaal Turken zijn dat. Ja, dat is Den Haag. Ja? Ja, nou, dat is dan ook een lastig potje. Daar ga je ook niet graag naartoe. Zet ik mijn geld op BMT toch? Ja, ik ook. Ja? Ja. Ik hoop het zo voor SVV. Ja, ik ook. Dus bij deze zetten we ze scherp. Tak omhoord. Pittig hoor, tak nummer 2 volgens mij uit de competitie. Ja, en Ommoord is, we hebben al eerder gezegd, goed gestart. Ik ga voor Ommoord. Ik ga voor tak. GLZ Delfshaven tegen HVV. Ja. Is dat de komende club? Nee. Okay. HVV. HVV. Ik zeg GLZ. SJZ tegen NOC Kralingen. Daar komt dat bier toch vandaan, Heineken? Ik geloof het al liggen, die gaan hem ook winnen. SJZ gaat winnen. Ja, ik heb NOC zien voetballen 2 weken geleden. En SJZ niet, dus ik zet NOC. NOC, Kenneth Nelstein volgens mij de trainer daar. Ja. Udo tegen Blijdorp. Blijdorp, leuk. Ja, mooie ploeg. Goed voetbal in de ploeg. Verrassend dat ze niet helemaal zo hoog zijn gereinigd. Al dus Harm Spijker. Ja. ASC Dilettant. Ja, ik hoop en ik denk Dilettant. Maar ik denk die andere. Ja, AC? Ja. Vredenburg of Wateringseveld tegen steeds hoger?
steeds hoger. Ik denk 6-6 tiebreak. Ik denk Vredenburg. En dan komen we bij de laatste pool. Wipolder tegen Ketel Spaarland. Ketel Spaarland. 1000%. Ja, mooi tenies. Ja, dat is al bij Ticketbox ook geen kaart meer voor te krijgen. Nee. En Maastad tegen Wik. Ja. Ik Wik en Wik. Moeten we hem nou scherp zetten? Ja. Of niet? Ja. Nee, Maastad. Maastad? Ja. Ik denk Wik. Hartstikke goed. Kiest u uw wedstrijd uit aanstaande zondag. En in ieder geval heel veel plezier. Maar kijk u volgende week weer. We hebben nog heel veel uitzendingen. Dus blijf ze vooral kijken. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door TCS, Prodex en OMS.